Waarom vallen politici jou zo graag lastig op straat? Je kunt eigenlijk tijdens de campagne nauwelijks nog rustig de stad in om even boodschappen te doen, of je wordt alweer aangeklampt door een politicus die een praatje met je wil maken, die je een pamflet in de handen wil duwen, of die je een roos wil overhandigen. Waarom doen politici dat? Nou, uit mijn onderzoek blijkt dat dat deels uit wanhoop is. Wanhoop, want er komt niemand meer naar die verkiezingsbijeenkomsten van ze toe. Daar zitten alleen de diehard partijleden. Dus als je kiezers wil spreken, ja, dan zul je ze op moeten zoeken. Dan moet je naar ze toe. Maar het is niet alleen uit wanhoop. Het is ook die trektocht door het land een soort ritueel. Het is een soort carnaval, waarbij wij als kiezers voor even de prins zijn. En eens in de vier jaar springen politici in die leeuwenkuil, trekken ze het land in, gaan ze de confrontatie met de kiezer aan. En dat is dus voor ons als kiezer het moment om die politici eens flink het vuur na aan de schenen te leggen. En dan moet je dus als politicus laten zien dat je daarmee om kan gaan: dat je kunt luisteren, dat je kunt incasseren, maar ook dat je de kiezer kunt ontwapenen met een grap of liever nog met een goed antwoord. Nou, dit soort direct contact tussen politici en kiezers, dat was 150 jaar geleden echt volstrekt ondenkbaar. Thorbecke, dat is de man die de basis legde eigenlijk voor het bestel zoals we dat nu nog steeds hebben. Thorbecke meet de kiezer als de pest. En hij was er zelfs trots op dat hij nooit campagne voerde. En hij was trots omdat hij dat associeerde met corruptie. Want als je met de kiezer gaat praten, voor je het weet, heb je allerlei beloftes gedaan. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Want wij als kiezer hebben maar één taak: onze stem uitbrengen op een man, een bekwame man, die dan in Den Haag het algemeen belang zal behartigen. Dat veranderde tegen het einde van de 19e eeuw. Toen kwamen nieuwe politici naar voren, mannen die zich echt onderdompelden in het volk. Mannen zoals Pieter Jelle Troelstra en Abraham Kuiper. Voormannen van een echte politieke gemeenschap. Troelstra van de arbeiders en Kuiper van de orthodox-protestanten. En in verkiezingstijd mobiliseerden ze die hele gemeenschap om samen met hen de straat op te gaan en campagne te voeren. Na 1918 veranderde dat weer, want toen werd het electoraat enorm uitgebreid. Algemeen kiesrecht, ook voor vrouwen. Dus partijen gingen op zoek naar een nieuwe manier om zoveel mogelijk kiezers in één keer te bereiken. En ze kwamen uit bij het organiseren van massa-bijeenkomsten. Duizenden mensen samengebracht in een zaal en dankzij de uitvinding van de microfoon kon je ook als politicus die mensen toespreken zonder je stem te verliezen. Het waren wel vooral mannen, want vrouwen zouden niet van die rokerige bijeenkomsten houden. Dus die gingen daar niet naartoe. Maar die mannen die daar zaten, die werden wel flink op de proef gesteld. Want eh, zo'n toespraak van een politicus duurde gerust twee uur. Stel je voor dat je nu twee uur naar Siebrand Buma of Emiel Roemer moet luisteren. Nou, dan hadden die kiezers op een gegeven moment inderdaad geen zin meer in. Want in de jaren 50 en 60 werden die zalen leger en leger. En toen brak dus voor die politici het moment aan om ons dan maar op te zoeken. En toen begon die trektocht door het land die je elke campagne weer ziet. En het liefst hebben dan politici ook nog wat journalisten in hun kielzorg, zodat hun hopelijk vlotte contact hè, met de kiezer dan ook mooi kan worden vastgelegd. En wat blijft er voor ons over? De kiezer die blijft zitten met een tas vol met gadgets, met stickers, ballonnen, USB sticks. En een handvol met rozen.